ben Rix Bosman en ik word dit jaar 12 jaar oud. En ik ben Alana de Boer. Ik word dit jaar 11 jaar, jaar oud. En ik ben Mare Kuipers en ik word bijna 12. En dit is Mirte van der Meer. Zij is vandaag helaas ziek, de hele week al. Alleen zij heeft ook heel erg meegeholpen aan dit project. Ja. Voor school moesten wij een app maken en toen hebben wij de app Connected gemaakt. Daar zouden we jullie graag over willen vertellen in dit filmpje. Ja, we hebben de app Connected gemaakt als een doel dat mensen die elkaar niet kennen toch elkaar wel kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als je depressief bent of misschien andere problemen hebt, dan dat je daar met elkaar over kan praten en dan niet met je vrienden, want die hebben niet hetzelfde meegemaakt als jou, waarschijnlijk niet. En daar kan je dan, die begrijpen je dan niet goed. Dus wij hebben de app Connected gemaakt dat mensen die je niet kent, maar wel hetzelfde mee hebben gemaakt als jou, of hebben, dat je daarmee kan praten en dan, ja, dat voelt als een hele goede band. Terwijl je eigenlijk elkaar nog niet kent, maar je kan elkaar gewoon vertrouwen, want je hebt hetzelfde meegemaakt. Ja, nou ken je misschien wel iemand, maar die je dan kan helpen, alleen dan is het Connected als je bijvoorbeeld iets anders hebt of je wil het niet delen met iemand die je kent, want je bent bang dat ze je uitlachen of zo, of ze maken, of ze snappen je helemaal niet en ze doen raar. Daar is Connected dus voor. En Connected dat is dus voor ook voor mensen die jongens zijn. Ja, of gepest worden. Ja. Jongens zijn die zich een meisje voelen of zo. Ja. Daar is het voor. En deze app die helpt daarmee. Ja, ja. En als je het bijvoorbeeld meteen wel best wel spannend vindt, zeg maar, om met mensen te bellen. Omdat je die niet kent en ineens ziet, kan je ook gewoon bijvoorbeeld appen met mensen. Dat is ook een optie. Ja. En dan kan je gewoon iemand kiezen. En ja, wij denken dat het gewoon een goed idee is. Ja. En daarom hebben wij dit ook ingestuurd. Ja. Nog een verrassing. Wij hebben een werkend exemplaar van onze app gemaakt. En sommige dingen kun je niet echt heen en weer doen. Maar je kan wel keuzes maken. We laten het gewoon even zien. Ja. Ja. Eigenlijk gewoon een soort conceptje van wat wij de app. Nou, dit hebben we dan het beginscherm. Dit is eigenlijk een beetje het logo wat we in gedachten hebben. Nou, dan kunt u uw naam invullen. Dat kunt u hier gewoon typen. Dan, als u dat heeft gedaan, dan kunt u de taal invullen waarbij u de app wil, zeg maar in de taal. Ja, dan past hij zich aan in de taal waar jij je fijn in voelt. En dan krijg je ook mensen die jou te afbreken. Ja. Anders wordt het wel een beetje moeilijk als je met iemand zit. Ja. En die Chinees moet praten. Nou, en dan kunt u invullen waar we u mee moeten helpen. Dus bijvoorbeeld als u last heeft van een eetprobleem, dan kunt u daar. Je kunt u ook echt kiezen, dus wij kiezen nu even. Voor LGBTQ. Ja. Nou, zo. En dit kunt u niet echt invullen, want ja. Nog dat, niet, maar nog dat, niet, dat is maar wel dat, de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Hier kunt u invullen hoe u zich voelt. Dus rood is bijvoorbeeld echt super slecht en groen is best goed. Ja. Ja. Dan gaat u, als u dat heeft gedaan, door. Dan kunt u met iemand straks bellen of dit appen. Dit is appen en dit is bellen. En als je het nog een beetje spannend vindt om ineens iemand met iemand of zijn stem te horen en zo, dan kan je ook appen. Want ja, ik snap wel dat het best wel spannend is. Ja. En ga je bijvoorbeeld even voor appen. Nou, en dan kunt u hieruit kiezen. Maar zeg maar, we kunnen nu alleen nog maar uit één kiezen, maar dan doen we even zo. Ja, en dan kunt u hier met iemand appen. Ja, dit is natuurlijk nog niet echt. Ja, dit moet dan het hele scherm zijn. Ja, en later kunt u dan bijvoorbeeld ook nog met andere mensen. Dat gaan we doen als we echt de app gaan maken. Ja, bijvoorbeeld of toch nog met diegene als je... Als je al wat een beter gesprek met iemand heeft, dat je dan toch nog kunt bellen. En ja, wij hopen dat dit een goed idee zou zijn om mensen te kunnen helpen. Want dat is eigenlijk ons doel. Ja. Wij hopen dat u wat meer duidelijkheid heeft over onze app. En nog vriendelijke groet van Marit Kuipers, Alana de Boer, Rix Bosman en Mirte van der Meer. Ja, hopelijk dat snel.